Hey, en leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video op mijn YouTube-kanaal. Je kunt misschien de vogels weer horen op het dak. Je gaat deze video meer horen, want dit is een video waarin ik een week lang allerlei verschillende fashion challenges heb gedaan. Ik dacht, laat ik weer eens een week lang iets proberen. Iets op het gebied van fashion. Ik heb vorig jaar ergens een keer een week lang miskopen gedragen. En ik dacht, deze week ga ik gewoon iedere dag een nieuwe fashion challenge aan. Ik heb onder andere jullie gevraagd welke fashion challenges ik aan moest gaan. Heb er zelf een aantal bedacht. Dus in deze video ga je dingen zien als dat jullie en mijn moeder mijn outfit kiezen. Dat ik blind een outfit moest kiezen. Dat ik print op print draag. Een outfit in één kleur, een compleet all black outfit, van alles en nog wat. En het doel is om te kijken of er outfits tussen zitten die ik tof vind om mezelf een beetje buiten mijn comfortzone te laten gaan wat betreft fashion. Jullie kennen mij, ik hou erg van kleur en vrolijkheid. Maar ja, er zijn toch ook best wel wat dingen die ik gewoon nooit combineer. En ik ga deze video samen met jullie kijken wat er wel en wat er niet binnen mijn stijl past. Dus ik zou zeggen, als je er zin in hebt, doe vast een duimpje omhoog. En dan gaan we heel gauw beginnen met de video. Het is een maandag. Ik kom net terug van stal. De vogels op het dak zijn lekker bezig. Sorry daarvoor. Ik heb in ieder geval nog de outfit aan die ik naar stal aan had. Gewoon simpele broek en simpele trui. En vandaag is het natuurlijk tijd om te beginnen met de challenges. En ik heb voor vandaag gelijk, ik denk, de challenge die ik zelf het moeilijkst ga vinden gekozen. Print op print. Zoals je waarschijnlijk wel kan zien, ik heb op zich best wel wat printjes hier. En ik heb ook best wel wat toffe blousjes en shirtjes. En gewoon lange mouwen shirts. Korte mouwen shirts met printjes. Hier heb ik wat flared broeken met prints. Dus dat is ook een optie. Dit is een hele leuke zomerbroek. Maar daar is het vandaag gewoon niet warm genoeg voor. En ik heb ook best wel wat rokken met prints. Ik denk dat dit redelijk safe zou zijn. Maar ik had er straks een idee met deze rok. En ik had een idee met die broek. Dus ik hoop dat een van die ideeën wat gaat zijn. Ik ben hier zelf echt totaal geen expert in of zo. Ik draag heel graag printjes, maar nooit print op print. Dus ik heb even zitten kijken naar de video van Sarah Rebecca. Die heeft ook een keer een week lang print op print gedragen. Echt respect. En zij had het erover een kleine print op een grote print of andersom. Maar in ieder geval, prints combineren is over het algemeen makkelijk als je een subtiele, dus een kleine print hebt met een grotere print erop. Dus daar ga ik op proberen te letten. En dit zijn de twee opties die ik dus vanochtend, terwijl ik bij paard bezig was, in mijn hoofd heb bedacht. Ik denk dat ik deze zelf qua kleurcombi het leukst vind. Toevallig zijn allebei deze items trouwens van Monki. En dit ga ik ook proberen, maar ik denk dat die niet wijd genoeg valt aan de onderkant. Dus ik denk dat ik met deze ga beginnen. Deze broek is van Stradivarius en de top is van H&M. Alles is wel al ouder, dus ik denk niet meer dat het te koop is. Oké, optie nummer 1. Als dit shirt wat wijder had gevallen, had ik het leuker gevonden. Ik vind op zich de printcombinatie best wel kunnen. Het is niet iets wat ik in eerste instantie bedacht zou hebben, maar op zich staat het niet eens slecht. Ik denk alleen dat als ik hem erin stop, misschien is dat trouwens best wel leuk. Ik had dit serieus nooit verwacht. Want ik dacht, ja, op deze broek wil ik meestal iets erin stoppen op zo'n flared legging. Maar ik vind dit dus eigenlijk best wel leuk. Veel leuker dan ik verwacht had. Ik ga wel die andere outfit ook nog even aandoen om te kijken wat ik leuker vind. Maar eigenlijk is deze eerste poging best wel redelijk geslaagd. Laat me vooral weten wat jij vindt. Ja, ik had me helemaal voorbereid op dat ik dit echt de leukste optie zou vinden. Maar ik denk dat ik die andere net even leuker vind. Ik vind wel de kleuren hier mooier. En misschien is het mooier als je het een beetje breekt met een riem. Dus ik ga even kijken of ik een bruine riem heb die breed genoeg is om dit een beetje te breken. Want ik denk dat het wel net even wat mooier maakt. Dan zit het wel print op print. Maar dan heb je wel net even iets wat het geheel breekt erin zitten, zeg maar. Ja, ik heb niet de goede riem hiervoor. Dit is het enige brede bruine riem die ik heb. Dus ik ga even kijken met de zwarte, want dit is het in ieder geval niet. Ik heb even snel deze riem van MS Mode gepakt.
Hij hoort netter, maar ja, ik vind het toch niks. Dus ik ga absoluut voor de eerste outfit, ook wel zo comfortabel en niet zo koud qua blote benen, om die flirt aan te hebben. We zijn een paar uur later. Ik heb lekker zitten werken. De outfit zit super comfortabel, behalve dat dit continu gebeurt. En dan ziet het er niet heel charmant meer uit, zo met dit eronder. Ja. Ik had jullie ook op Instagram gevraagd wat jullie ervan vonden. Nou, kijk hier maar. 70% en meer ja, vindt het eigenlijk gewoon niks. En ik snap het. Het is een outfit die ik op zich vind gaan. Maar ik zou hem niet nog een keertje pakken. Het is zeg maar iets wat ik een ander gewoon zie rocken. Maar het is gewoon niet mij. En daarmee denk ik dus nee. Ik denk dat ook gewoon de hele print-op-print ding niks voor mij is. Ik zat net een beetje de beelden te editen. En toen zag ik ineens dat ik die andere outfit eigenlijk leuker vond misschien. Laat het vooral weten. Was niet een outfit die ik in ieder geval vaker ga dragen vandaag. Goed, het is dinsdag. Let niet op hoe vet mijn hoofdhuid is. Ja. In ieder geval, de challenge van vandaag is dat mijn moeder mijn kleding uitkiest. En ik zie het al liggen op mijn bed. Ik ben net naar stal geweest, dus zij heeft in de tussentijd wat uitgekozen. Het is in ieder geval anders dan wat ik zelf normaal zou pakken. Dit is het namelijk. De flare is van mij. Dit is mijn velvet blauwe flare. Die komt van Noble King. En ik denk dat deze van mijn moeder komt. Geen idee waarvan. Oh, gewoon van een New Yorker. En heeft het een korte mouw? Oh nee, een lange mouw. Oké, best wel simpel. Oké, de top heeft een ronde halslijn, wat ik best wel mooi vind. En ik kwam erachter dat het niet de hele outfit is. Ik heb trouwens hem eroverheen gedaan, omdat ik dacht, dat doet mijn moeder meestal. Maar jullie zien hem misschien hier al liggen. Er moet nog een felgekleurd hesje overheen. Dat is deze. Volgens mij hebben we deze toen samen gekocht op de hippiemarkt op Ibiza. Ja, ik vind het een heel tof hesje. Dit is echt 100% niet iets wat ik zelf ooit zou aantrekken. Sorry trouwens voor de herrie. Ik denk dat de buren bezig zijn met een bladblazer of zo. Ja, compleet andere outfit dan dat ik ooit zelf aan zou trekken. Let me know what you think. En wat vind je ervan? I like it. Wat was het idee van dit outfit? Irina even uit haar comfortzone. Het zit wel heel comfortabel. Ik vind dit zelf altijd heerlijk zitten. Ik vind het ook leuk. Mm-hmm. En laat ik het mijn dochter eens aan laten doen. Oké. Niet met het idee dat je het gaat pikken van me. Deze kwam van Ibiza, toch? Dat, ja. Heb ik het goed gezegd. Inmiddels zijn we een paar uur later. Ik moet zeggen, de outfit is super comfortabel. Dat in ieder geval. Wel een beetje aan de warme kant. Het is vandaag hartstikke lekker weer. Dus het is in huis ook best wel warm. Maar goed, ik had op Instagram deze story geplaatst. Met de vraag van, joh, wat denken jullie dat de challenge van vandaag is? Nou, er komen dus heel veel mensen met verschillende materialen. Of dingen als donkere kleding, kleding die je niet zo vaak draagt, verschillende stofjes, kleur, alleen donkere kleuren, strak op strak kwam zelfs iemand mee. En maar één iemand tot nu toe, het is nu 16:30, komt met de kleding van je moeder aan. Dus er is pas één iemand die doorheeft wat de challenge is en hij staat 4 uur al online. Dus wat dat betreft, wel grappig dat jullie het niet zien. Ik vind dit ding dus op zich heel erg tof, maar het is gewoon niet zo mijn stijl. Leuk voor een dagje, maar het is niet een outfit die ik er snel nog eens bij aan zal doen. Goed, dag nummer 3. Het is vandaag woensdag. Ik heb net mijn haar gewassen en zo. Vandaag is de challenge om een complete outfit met tweedehands / duurzame items te doen. Ik doe expres ook duurzame, niet alleen tweedehands, omdat ik qua onderkanten en qua jurkjes en zo eigenlijk niks tweedehands heb. Is gewoon heel erg lastig voor mijn maatje. Dus ik heb voornamelijk tops en blazers echt van de kringloop. Maar ik heb wel een aantal flared leggings en dergelijke van Noble King, die best wel duurzaam geproduceerd worden. Ik heb eventueel nog een tasje, maar ik hoef vandaag nergens heen. Dus tactiek. Alles hier op mijn bed leggen wat ik zou kunnen gebruiken. Wordt dus waarschijnlijk weer een flared legging. 3 dagen op rij. Zit wel lekker comfortabel. Ik gok dat het wel een hele kleurrijke outfit gaat worden. Oké, dit is alles wat ik heb kunnen verzamelen. Ik heb hier een aantal jasjes die ik tweedehands, zelfs vintage heb. Een aantal vintage blousjes. Mijn 3 flared leggings van Noble King. Die broek heb ik overgenomen van mijn moeder, zat ik me te bedenken. Dus dan is die ook een soort van tweedehands.
En ik heb een shirt en een heel leuk wikkelvestje. Nou is het vandaag mooi weer. Dus ik gok dat ik het liefst voor het shirt ga. Misschien met die gele blazer eroverheen. Maar welke onderkant? Want die gele blazer is best wel heftig. Dus als ik dat hierbij doe, ja, het wordt wel gelijk heavy. Ik dacht, laat ik niet al te saai doen en een keertje voor een ander soort broek kiezen dan flared. Dus ik heb deze broek gepakt, die ik dus van mijn moeder heb overgenomen. Komt oorspronkelijk volgens mij van de Didi. Ja, is weer eens wat anders. De kleuren komen wel gewoon, zijn leuk met elkaar, maar het is niet hetzelfde kleurenpalet. En als ik het dus koud krijg, ga ik dus de knalgele blazer eroverheen doen. En dan krijgen we dus dit. Lekker heftig. Ergens denk ik, het is haast een soort Marijn van Trierum lookje. Vriendinnetje van me. En ja, die houdt gewoon van kleurtjes. Dus ik voel me nu een beetje haar. Ik zal straks misschien haar wel even vragen wat ze van de outfit vindt. Vind ik wel grappig. En ik denk ook dat mijn moeder dit heel cool vindt. Dus laten we dat eerst checken. Wauw. Kijk, dat dacht ik al. Dat is echt heel anders wat je normaal hebt. Wat denk je dat de challenge is? Kleurig. Nee. Of los? Alleen vintage slash tweedehand slash duurzame items. Ah, dat kan. En aangezien die broek heb ik natuurlijk van jou, dus ik dacht dat telt dan ook wel als tweedehands. Aha, I like it. Ja? Ja. Dat dacht ik al. Inmiddels is het eind van de werkdag en ik heb helaas Marijn niet te pakken kunnen krijgen om even te videobellen voor haar reactie. Maar goed, dat maakt de outfit niet minder leuk. Ik vind hem echt heel erg leuk. Ik denk dat ik hem iets leuker zou vinden als de broek minder wijd zou zijn. Dat is het enige ding dat ik denk van, het is nu wel wijd, zeg maar, op wijd. En dat vind ik wat minder, maar echt gewoon de kleurcombi en de fit en alles zit zo comfortabel. Ik word vrolijk als ik in de spiegel kijk. Dat is allemaal echt top. Dus uiteindelijk, misschien dat ik deze outfit wel vaker ga dragen, want ik vind hem gewoon echt heel erg tof. Inmiddels is het donderdag. Het weer is echt volledig omgeslagen, dus ik kom net helemaal verregend terug van stal. Ik heb echt enorme last van menstruatiekrampen, dus ik wil een comfortabele outfit vandaag. Het liefst gewoon een joggingbroek. Maar goed, de challenge voor vandaag is om een outfit in één kleur te doen. Over een half uur begint mijn coaching sessie, dus ik heb een half uur om een outfit uit te zoeken in één kleur. En aangezien ik dus last heb van menstruatie, gok ik dat alle jeans afvallen. En ik heb al heel veel flares gedragen deze week. Sorry voor dit vreselijk slechte licht in mijn kledingkast. Dus ik denk dat we of met rokken moeten werken, of met jurken. Maar dan moet er wel weer iets over de jurk heen. Want anders is het wel heel makkelijk om één kleur te gebruiken, denk ik. Oké, de eerste laag gaat deze jurk worden, hoop ik. We gaan dus in ieder geval voor geel. Ja, dit is in principe natuurlijk al een eenkleurige outfit. Maar dit is wel heel simpel. Ik ga geen panty eronder doen. En deze jurk heb ik uitgekozen omdat hij wel taille heeft, maar niet drukt op mijn buik. En dat is wel heel erg fijn tijdens mijn menstruatie. Ik doe geen panty aan, want ik ga in bed zitten werken. Lekker comfy. Maak het jezelf makkelijk deze tijd van de maand. Maar ik heb dus twee opties om er overheen te doen. Deze blazer van gisteren. Ik denk dat het wel een beetje heftig wordt. Of deze trui. Hij is wel net even een andere tint. Iets meer richting oranje. Maar hij is wel gewoon geel. Toont hij niet zo in dit licht. En het licht is super warm trouwens. Doordat het buiten zo grauw is. En mijn cameraat is overcompenseerd. Maar ik ga even kijken hoe het staat als ik deze eroverheen doe. Is het wel lekker warm vandaag met dat rot weer? Nou, ik vind dit dus echt helemaal niks. Ik heb het kraagje er nog een beetje overheen gedaan. Maar dat maakt het niet veel beter. Dus ik ben bang dat ik toch een andere optie moet gaan bedenken. Want het zit wel heel comfy. Maar het is niet helemaal... Nee. Gewoon nee. Dit vind ik stukken beter. Lekker warme trui. Dus heerlijk comfortabel. Leuke rok. Eigenlijk zou ik hier een panty onder doen. Maar nogmaals, daar heb ik vandaag geen zin in. Ik ga toch in bed zitten werken. En ik heb de trui er een beetje ingetukt. Want anders dan valt hij zo. Ja, lekker oversized. Maar niet helemaal de look waar ik voor wil gaan. Dus dit vind ik net even wat leuker. Wat speelser. Ja, ik denk dat dit het lookje is voor vandaag. Lekker comfortabel. En lekker compleet lila. Alright, aantal uur later. Zoals ik al zei, ik zit vanuit bed
te werken. Druk bezig met een e-maillijst aanmaken trouwens. En heerlijk met mijn kruik. Dit is trouwens echt de beste kruik ever. It's so cute. Maar goed, even over de outfit. Ondanks dat ik in bed zit, hij is heerlijk comfortabel. En ik vind hem eigenlijk gewoon heel erg leuk. Dus ik denk dat ik deze er misschien wel vaker bij ga pakken. Het is wel een beetje een gekke combinatie misschien. Qua dat er niet echt een zwarte panty onder kan. Dus ik moet even op zoek naar een huidskleurige panty. Maar dan ga ik hem zeker vaker dragen. Dus wat dat betreft is dit een geslaagde challenge vandaag. Morgen wordt heel bijzonder. Inmiddels is het de volgende dag. Ik heb mezelf al helemaal klaargemaakt voor een filmdagje. Behalve mijn outfit. En ik noemde het gisteren al. Vandaag kan nog wel eens een hele bijzondere outfit worden. Want ik had jullie ook ideeën laten insturen. En de meiden van Go Big Go Bold, als jullie ze nog kennen van een van mijn kleine bedrijvenvideo's, hadden ingestuurd een outfit kiezen met je ogen dicht. Nou, dat ga ik dus vandaag doen. Ik weet niet waarom ik het mezelf aandoe, maar we gaan gewoon in mijn kledingkast staan. Dan doe ik mijn ogen dicht en gaan we gewoon items uitzoeken. Wish me luck. Ik denk dat we eerst aan deze kant gaan beginnen bij de truien en tops. Ogen dicht. Ik denk dit. Oké. Ik weet niet of dat in beeld was, want nogmaals, ik had mijn ogen dicht. Een zwart-witte top, wel met een print. Dus ik hoop dat ik niet ook nog een broek met een print ga pakken per ongeluk. Oké, broeken en rokken. Dit. Oké, dat is een shortje. Wordt wel een heavy outfit, moet ik zeggen. Maar hij is wel zwart-wit, dus ik denk dat het nog best wel oké moet staan. Oké, ik heb het aan. Qua kleurcombi is het gewoon prima. Ik heb er trouwens een panty onder aangedaan, want dat is eigenlijk echt veel te koud vandaag. Daar heb ik echt geluk mee. Qua kleuren prima. Deze short hangt echter al een tijdje in mijn kast en ik heb hem nog nooit aangehad. En ik denk dat je wel ziet waarom. Ja, ik vind hem gewoon niet zo mooi zitten. Maar als ik een maatje omhoog zou gaan, zou die hier te wijd zitten. Want ik heb hier nu al ruimte over. Dus dat scheelt alweer. Ik ben wel blij dat ik vandaag niet zulke krampen heb in mijn buik. Want dat was niet geweldig geweest, denk ik, met die panty en alles eronder. Ik heb ook nog een hemdje voor de warmte. Maar je hoort het ook al. Ik ga de hele dag kraken. Nou ja, dit is eigenlijk gelijk een soort van miskopen stijlen. Want dit broekje is dus niet echt een favoriet item, zullen we maar zeggen. Ja, wat gaan we het hier vandaag mee doen? Nou, ik zit weer in bed. Ik wilde heel productief vandaag gaan filmen. Ik begon met Reels. En daarna viel de stroom uit. Dus ik kon geen YouTube-video's meer opnemen. Het is echt ijskoud in huis vandaag, doordat de regen en zo is. Dus ik heb er straks stiekem deze truien hier overheen aangehad. In bed, aangezien het gewoon echt te koud was voor dit. Planning gaat niet helemaal zoals gedacht. Maar goed, maakt niet uit. Ik ben aan het lezen. Ik hoop dat de stroom straks nog gaat werken en ik alsnog kan filmen. Ik wilde wel alvast de conclusie geven over deze outfit. Behalve dat dit dus te koud is voor vandaag, is het niet eentje die ik nog een keer aan ga doen. Sterker nog, ik denk dat ik het broekje weg ga doen. Naar de kringloop ga brengen of iets dergelijks. Want hij zit gewoon niet helemaal lekker. Ja, het is hem gewoon net niet. Inmiddels is het zaterdag. Ik sta nog in pyjama. Vandaag moet ik helaas nog even aan het werk. Omdat ik dus gisteren door de stroomstoring niet heel veel gedaan heb gekregen. Maar vandaag is een outfit challenge die voor heel veel mensen waarschijnlijk niet een echte challenge is. Het is all black. En all black klinkt misschien als iets dat heel veel mensen heel veel dragen. Maar ik dus persoonlijk niet. Als je me langer volgt, dan weet je, ik hou van kleur. Dus als je ook mijn kledingkast ziet, is bijna alles kleur. Dus een complete all black outfit wordt nog een dingetje. Gisteren was het natuurlijk eigenlijk per ongeluk ook al half. Alleen vandaag wil ik echt compleet zwart. Dus niet met zwart-wit, zeg maar. Ik denk dat het makkelijkste gaat zijn om een broek te pakken. Een zwarte broek, een zwarte flare, een zwarte skinny. Ik heb niet echt... Ja, ik heb wel van die stippel dingetjes en zo. Maar dat vind ik toch echt weer net even anders. Ik kan wel een stippel top misschien pakken. Maar ik vind het tofst om echt full on zwart te gaan. Dus ik ga wat bij elkaar zien te rapen. Ik voel me nu echt heel erg saai. Maar dit is het. Ik heb een jekje met een skinny jeans. En hier zo heb ik een trui met leuke pofmouwtjes. Ik denk dat ik ook vooral
zeg maar in de pofmoutjes ga zitten. Even kijken, dan heb je zeg maar dit. Vind ik leuker, aangezien ik zelf gewoon denk dat ik vandaag in bed ga zitten werken voor het grootste deel van de tijd. En daarna naar de manege gaan. Op de manege ga ik iets anders aandoen, zoals altijd. Maar dit is eigenlijk de outfit waar we vandaag mee werken. Ja, ik heb de neiging om allemaal sieraden en zo te doen. Om het een beetje op te fleuren. Maar ja, het is ook een thuiswerkdag, dus niet echt nodig. Plus, ik ben heel erg van de gouden sieraden, zoals je ziet. En dat jack heeft zilveren details. Dus zou ik eigenlijk alleen die kettingen kunnen gebruiken. Dat is de oude ketting van mijn vader. En misschien die oorbellen. Maar voor een thuiswerkdag vind ik het niet helemaal nodig. Dus ik hou het gewoon hierbij. Inmiddels is het alweer na vieren. Ik ben al naar de manege geweest en ik heb me weer terug omgekleed. Maar dit keer heb ik de trui weggelaten. En het jackje gewoon aangedaan. Ik vind het net even wat spulser staan. Ja, het zijn gewoon prima outfits met en zonder de trui. Maar ze zijn gewoon een beetje te saai naar mijn zin. Ik vind dit wel net even boeiender dan met de trui. Maar ja, ik blijf gewoon een liefhebber van kleur. En inmiddels is het zondag, de laatste dag van deze week. Ik heb al helemaal klaargemaakt, behalve natuurlijk mijn outfit. Ik ga zo meteen shooten op het strand. En ik heb jullie mijn outfit laten kiezen. Even twee dingen van tevoren. Ik ga shooten op het strand terwijl het mooi weer is. En ik ga een zomercollectie shooten. Dus dan snap je misschien waarom ik jullie deze keuze heb gegeven. Ik heb gisteren alle polletjes online gezet. En ik ga nu pas kijken. Want ik wilde jullie gewoon zoveel mogelijk tijd geven om te stemmen. Op de eerste vraag, broek of rok, is het duidelijk rok geworden. Dan vervolgens ga ik de broekstory gewoon even overslaan. De rokstory heeft de midi rok gewonnen. Ben ik niet heel blij mee, want onder die midi rok kan ik niet echt een panty. Want ik heb geen doorzichtige of huiskleurige panty. Dus dat wordt koude benen vandaag. Daarop moet mijn gele top. De jas erbij wordt denk ik een beetje heftig met de midi rok. Maar het wordt een geblokte jas. Die is wel warmer, dus dat vind ik wel fijn. Qua tasje mijn simpele zwarte tasje. En qua schoenen de zwarte boots. Oké, ik ga het allemaal bij elkaar aantrekken. Niet helemaal de combinatie die ik had bedacht. Ik denk dat ik er sneakers en mijn gekleurde tasje bij had gedaan. Maar we gaan het gewoon zien. Oké, de outfit. Ja, ik vind hem eigenlijk best wel leuk. Ik hoop dat ik niet al te koude benen ga krijgen. Ik heb voor de zekerheid toch een broek in mijn tas gestopt. I'm sorry. Maar ik wil gewoon niet een ijsklontje worden. En ik heb dus dit tasje. Wat alweer matcht met de schoenen. Het enige ding is dat ik denk dat deze jas een beetje veel wordt met de rok. Maar goed, we gaan het gewoon doen. Ja, het is een bijzonder lookje. Dit had ik zo niet uitgekozen, denk ik. Ik had inderdaad, denk ik, voor de bruine jas gegaan. Maar goed, het is niet anders. We gaan het hiermee doen. En ik ga shooten op het strand. Oké, ik heb uiteindelijk op het strand helemaal niet meer gefilmd. Want ik was veel te druk bezig met shooten van mijn eigen collectie. Daarover in de vorige week vlog meer. Maar eigenlijk viel het me alles mee. Ik vind het een onwijs leuke outfit die ik vandaag aan heb gehad. Ja, ik heb het helemaal niet zo koud gehad. De meiden van Go Big Go Bold waarmee ik aan het shooten was, hadden het heel de tijd koud met een jas aan. En ik met blote armen en blote benen. Oh, het eigenlijk prima. Dus zeker weten een outfit die ik nogmaals aan ga doen. Maar wel met een andere jas. Ik vond de jas er niet helemaal bij matchen. Dat wel. Ik ga nu ook gelijk een conclusie geven. Want dit is het eind van de week. En al met al vond ik het een hele leuke week om al deze challenges te doen. Ik denk dat qua favoriete outfit, de outfit van vandaag is helemaal mijn ding. Maar dat is ook gewoon, I really like the colors. Ik ben gewoon gek op kleur. Ja, het zwarte outfit was hem niet. De outfit waarbij ik door mijn moeder had laten kiezen was moi. Het zat heel lekker, maar het was hem niet helemaal voor mij. De print op print, ik denk dat ik hem leuker had gevonden als ik inderdaad de print op print had gedaan met deze rok in plaats van met de broek. Maar nog steeds niet helemaal mijn stijl. De outfit van woensdag vond ik ook heel erg tof. Ook weer een heel erg kleurrijke outfit. Ik denk dat ik deze week er gewoon extra ben
achtergekomen hoe blij ik word van vrolijk gekleurde outfits. Dus dat moet ik gewoon steeds meer gaan doen. Ik hoop dat je de video leuk vond. Laat vooral weten welke outfit jouw favoriet is. Wat voor challenges ik in de toekomst allemaal nog moet gaan doen. Het lijkt me heel erg leuk om dit soort dingen vaker te doen. En ja, dat was dit de video. Hopelijk vond je hem leuk. Als dat zo is, doe natuurlijk een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren hieronder. Is gratis. Help je mij heel erg mee. En dan zie ik je heel graag terug bij een volgende video. Doei doei!